Hier op het Wielergala 2024 in het Beatrix Theater in Utrecht stellen we ook de vraag: wie is nou eigenlijk de wielrenster van het jaar voor jou en waarom? Ik kwam er eigenlijk pas eergisteren achter dat vandaag het gala was. Dus ik heb niet gestemd. Maar ik denk dat Marianne een hele grote gunfactor heeft om nogmaals wereldkampioen te worden. En ook in andere discipline. Dus ik denk dat die een hele grote kans heeft vanavond. Ja. Je hebt natuurlijk met haar gereden, ook als ploeggenoot in WK's. Is zij een voorbeeld voor jou? Is zij een inspiratiebron? Zeker vroeger, toen ik eigenlijk mede door Marianne, zijn denk ik ook heel veel meiden met mij begonnen met fietsen. Ze is een hele fijne ploeggenoot, heel rustig en uiteindelijk kan je heel veel van haar leren. En dat is fijn om iemand in de selectie te hebben die zo is. Ik denk dat het een gevestigde namen zullen zijn. Demi zal daar volgens mij wel een van de toppers zijn. Ja. Welke prestaties, bijvoorbeeld inderdaad van Demi, springt er voor jou dan uit? Sorry? Welke prestatie van Demi Vollering springt er in dat geval bijvoorbeeld voor jou uit? Ja, het WK is natuurlijk niet... Het springt er wel uit, maar het is niet waarom ze gelijk op het hoogste podium staat. Maar ze is gewoon een klasbak. Ja. En de Tour is een belangrijke volgens mij. En er dan staan, dat is wel klasse. Best een enerverend jaar voor de vrouw eigenlijk. En misschien ook wel leuk om te zien dat er niet één iemand constant domineren. Ja. Dus... het vrouwenwielrennen wordt steeds interessanter en die koersen zijn gewoon echt wel leuk om te zien. Heb je gestemd? Op wie? Marianne Vos. En dat is op basis van? Is het een gevoel? Het gevoel is ook dat ik fietste bij de jeugd en daar fietste zij ook al. En ik heb er al vaak zien koersen, ook omdat ze tegen mijn broertje letterlijk koerste. En dat ze dan dit jaar nog steeds weer zo goed fietst, vind ik wel bijzonder. Zo lang op zo'n hoog niveau. Kan je het bijna niet je voorstellen? Nee, dan ben je gewoon een topper. En als je dan ook nog die motivatie met dat talent kan combineren. Ja, het is heel speciaal. En gravel wereldkampioen, iets wat jij nog ook leuk vindt. Ja, maar dat vind ik in het niet vallen bij de prestaties dat ze op de weg doen. De gravel is leuk. Een leuk ding om bij te doen. Maar Het was mooi dat ze dat serieus oppakte en ook heel mooi dat ze daar zo blij mee was natuurlijk. Maar voor mij zijn die dingen wat ze op de weg doet 100 keer belangrijker. Ja. Ik heb op Marianne Vos gestemd. En vaak gaat het denk ik zo dat je op gevoel stemt en ik leg ook niet alle uitslagen naast elkaar neer. Nee. En zodoende kwam ik op Marianne uit. En dat gevoel dat kwam al na Parijs, na het WK Gravel? Het geheel van... En ik heb er ook echt van genoten. En misschien dat telt denk ik ook mee. Marianne Vos bij Wielerflits en Puk Pietersen bij de Club 48. Ja, wereldkampioen mountainbiken is zo uniek als je dat hoort. Aan de andere kant wat Marianne heeft gedaan, wereldkampioen gravel, maar ook Olympische Spelen, zilver winnen. Ja, het is fantastisch geweest wat die dames gepresteerd hebben. En dan vergeten we nog een paar vrouwen. Puk Pietersen bijvoorbeeld, wat je zegt, wereldkampioen mountainbike. Dat is inderdaad, want bij Bart Berendtjes is het gelukt. Ja. Maar voor de rest, dat is in zo'n wereldwijde sport uniek. Ja, super uniek. Daar mogen we natuurlijk als wielerland Nederland erg trots op zijn dat we dat hebben. Het is een luxe probleem dat we niet kunnen kiezen. Nee. Ze heeft ook natuurlijk nog veel meer gedaan. Vorig jaar werd ze talent en nu, ik denk dat ze serieus kans maakt. Uiteindelijk, we weten het al, maar dat ze nu al gewoon meedoet om die prijs wielrenster van dit jaar. Dat zegt ook genoeg, hè, over Pietersen. Ja, enorm talent. En ik denk dat zij, als zij zich nog meer gaat toeleggen op het wegwielrennen, dat ze daar ontzettend goed in wordt. Maar ik denk vooral de combinatie die ze doet, dat het meest aantrekkelijker maakt. Ook voor haarzelf. Ja, heel erg moeilijk, maar kijk, ook super moeilijk. Ja. Ik heb daar durf ik wel uit te spreken dat ik Marianne Vos heb gekozen, maar dat heeft ook meer te maken met, ik ken haar heel lang, ik volg haar heel lang en ik vind het een totaalplaatje, totaalverhaal, fantastisch mooi van gewoon de wederopstanding. Iemand die overreached is geweest, dus in de burgermaatschappij heet dat een burn-out. En eigenlijk is ze sterker teruggekomen dan ze ooit was. En ze verbaast zich de wielerwereld en zichzelf denk ik nog steeds. En dat verhaal, hoe ze ook weer wereldkampioen gravel werd, fantastisch. Sommigen noemen haar dan de GOAT, hè? The greatest of all time. Is dat een benaming die dat waard is? Ja, absoluut. En de GOAT.
ze is vooral ook de GOAT omdat ze gewoon jong en oud inspireert ook. Ja. En ja, medailles liggen er ook niet om. Ride Magazine is overigens nu te koop online op ridemagazine.nl, op wielerfus.nl en in de boekwinkels.